tijdgenoten van Breugel, dat zijn natuurlijk niet alleen maar SEC, de mensen, de kunstenaars die leefden op het moment dat Pieter Breugel de Jonge leefde. Maar tijdgenoten kun je ook opvatten als de kunstenaars die getuigen zijn van de ontwikkelingen van hun tijd. Je zult hier niet alleen schilderijen van Pieter Breugel de Jonge zien. Je ziet ook andere schilders en je ziet hoe die kritiek in hun schilderij verwerkt. De periode die we in de tentoonstelling naar voren schuiven, die volgt eigenlijk de ontwikkeling van de kruisdraging van Christus. En daarnaast brengen we in beeld hoe Pieter Breugel de Jonge in de periode rond 1600 eigenlijk zijn eigen samenleving in beeld bracht. We zien allemaal kruisdragingen uit die tijd. En die tijd is eigenlijk best vergelijkbaar met onze eigen tijd qua grote issues. Ten eerste zien we in de 16e eeuw het dieptepunt van de kleine ijstijd. Dat zou ik willen vergelijken met de klimaatcrisis die we nu beleven of denken te beleven. Een tweede is dat in de 16e eeuw botste de katholieke kerk en de hervormers van Maarten Luther gewelddadig op elkaar. Dat conflict dat krijgt heel snel voet aan de grond in de Nederlanden en dat polariseert. En dat culmineert in de befaamde of beruchte beeldenstorm van 1566, wanneer er een storm van geweld over de Nederlanden raast. En alle beelden in de kerken, want afgoderij, worden stuk geslagen door hervormers. En ja, wat ik zou willen zeggen, voetbalhooligans. Die katholieke kerk die heeft natuurlijk een enorme dreun gehad van die hervorming in de Nederlanden. Maar die herpakt zich. En dat brengt ook hele andere kunst voor dan deze vertellende kunst van Breugel. Dat is namelijk de barokke kunst van Peter Paul Rubens en Jacob Jordaens. En dat is overdonderend. Dat is filmisch. Dat zijn piramides van figuren die zo op je afkomen. Ja, dat is ook heel dynamisch en bruisend geschilderd. En dat is echt de katholieke kerk die opgekrabbeld is uit het stof en zich op zijn allergrootst en machtigst weer laat zien. Als bezoeker, ja, kom hier binnen met je eigen verhaal, je eigen achtergrond. En zoek in het verhaal van die mensen van 400 jaar geleden raakvlakken. Kijk wat voor overeenkomsten je ziet met wat je nu zelf beleeft. Kijk goed, let op details, vraag je af waar kijk ik naar. Stel zelf vragen, ga ook vergelijken. Zien wij die ontwikkeling van de kruisdraging? Of zien wij hier daadwerkelijk kritiek op het gezag? En als we dat zien, waarom zien we dat? Blijf altijd kritisch.